Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In een groot deel van het land is het nevelig of mistig. En op een aantal plaatsen komt nog steeds dichte tot zeer dichte mist voor. En dan is het zicht minder dan 200 of zelfs minder dan 50 meter. Nou, in de loop van de ochtend gaat de mist wel dunner worden of trekt voor een groot deel op. Dat zal met name in de zuidelijke helft van het land het geval zijn. In het noorden blijft het waarschijnlijk nog nevelig of bewolkt. Een grijze dag dus, bij een maximum van 11 of 12 graden. Waar de zon wel doorbreekt, wordt het 13 tot 15 graden. Vanavond zal het op veel plaatsen opnieuw nevelig of mistig worden. Het koelt af tot een graad of 9 en nog steeds staat er ook weinig wind. Morgenochtend dan trekken de nevel en mist sneller op dan vandaag en dan uiteindelijk hebben we een afwisseling van wolken en zon. Zeker later op de dag komt er meer bewolking vanuit het zuiden. Blijft wel droog en het tot 12 tot 16 graden. Dan de dagen daarna ziet het er nogal wisselvallig uit. Er is veel bewolking, af en toe weet even de zon door te breken, maar het stelt weinig voor. De middagtemperatuur ligt rond 15 graden en af en toe kan er wat lichte regen vallen, met name in de westelijke helft van het land. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.